Houtverbindingen, deel 3, dat gaat over schroeven. Dus we hebben het over lijmen gehad en dan spijkeren en nu schroeven. Schroeven wordt op het ogenblik heel veel gebruikt voor de spaanplaatschroeven. En wat zijn spaanplaatschroeven? Dat zijn schroeven die... Even kijken... Die qua doorsnede overal even breed zijn. Dus meet je hier boven 4 mm, die beneden ook 4 mm. En er zit een ster sluiting aan. Je hebt ze ook met een groefje, maar dat wordt minder gedaan. Dat die ster, die heb je dan een sterschroevendraaier. En die past dan heel mooi erin. En dan kan die er minder snel uitschieten. Toen ik begon, voor mezelf, als timmerman, en toen was ik er een paar jaar uit geweest, had ik op kantoor gewerkt als bouwkundig tekenaar. En toen kwam ik, toen werd in 1980, 81 was er een crisis, dan hield ineens alles op en ik kreeg ontslag en ik had een uitkering. Op een gegeven moment toen dacht ik, wil eens weer gaan timmeren. Maar toen merkte ik al dat, dat de praktijk al zich anders ontwikkeld had. Alleen al de houtsoorten die er te krijgen waren, waren al anders als daarvoorheen. Dus dat moest ik even aan wennen. Maar waar ik nou al dit verhaal nou over vertel, is dat ik toen met schroeven, dan deed ik alles met een pompschroevendraaier. Dit is een pompschroevendraaier. Die heb ik van mijn buurman gekregen. Die had hem over, die gebruikte hem niet. Leg jij maar in de etalage. Je kan er vooruit en achteruit mee schroeven. En als je pompt, het woord zegt het al. Hij is nog steeds in de handel. Hè? Je kan hem nog steeds bij Baptist een pompschroevendraaier kopen. En deze zogenaamde bitjes die voorin zitten, daar heb je ook verschillende maten in. Die kan je er zo in doen. Ik ga hem er niet uithalen. Ik zet hem even op zijn grendel, dan is die dicht. En dan, hier heb ik jaren mee gewerkt. Tot ik bij een ijzerhandel aan het werk was hier in de buurt. Hij zegt, joh, je moet toch zo'n accutolletje proberen. En mijn argwaan was groot, maar ja, hij stopte me dat in mijn handen. En dat bleek veel voordelen te hebben. De accutol. Ik had... Vroeger alleen maar een rechte schroevendraaier, misschien één of twee. Ook nog een kleintje voor de korte afstand. En dan hield het zo'n beetje mee op. Dat was mijn gereedschap. Ik ontdekte onlangs ook, toen ik vroeger op karwei ging, had ik één kist. En nu is mijn auto volgeladen. Ja, en dat heet ontwikkeling. Want ik dacht, ik koop 3 machientjes en ik ben klaar. Maar ik raakte nooit uitgekocht. Ik koop nog steeds spullen. Goed. Maar je hebt ook nog, behalve ster schroeven, heb je Torx schroeven. Dat is de laatste tijd heel erg in. Dat heeft wel het voordeel dat hij er ook weer minder gauw uitschiet. Maar als je torxje maatje er wel in past, maar hij rammelt een beetje, dat hij eigenlijk aan de kleine maat is. Nou, dan heb je hem binnen de korte tijd naar zijn oma geschroefd. Want dan gaat hij er doorheen tollen en is hij kapot. En dus je moet goed uitzoeken. Dus ik tegenwoordig, tot mijn grote ergernis... Als ik tegenwoordig een schroef moet draaien, dan ben ik eerst een kwartier bezig aan het uitzoeken welke schroevendraaier, welk bitje en welke schroef. Ieder merk heeft zijn eigen maat bitje in een bepaalde maat schroef, hoorde ik pas iemand zeggen bij Isero, bij mijn leverancier. En dat maakt het allemaal weer niet makkelijk. Ik was pas met een oude schuifdeur bezig, die rail die hing met schroeven naar boven geschroefd. Nou, de uitslopen gingen wel, maar die nieuwe schroeven erin, dat lukte van geen kanten. Ik op zoek naar de goede schroef en de kop die wilde er niet door dat gleufje van die... Dus ik kwam bij die, kwam op een gegeven moment naar de ijzerhandel. Ik zei, ik wil zulk soort schroeven, ik wil een
een handschroevendraaier met dat bitje. En dat heb ik gekocht. En wat heb ik gedaan? Ik heb het handvat eraf gezaagd en ik gebruik dat die steel van die handschroevendraaier, die gebruik ik als bitje. Want toen kon ik er door de gleuf komen. Toen dacht ik, ja, eigenlijk een hele dure oplossing. Want ik koop een schroevendraaier van 6, 7 euro. En die zaag ik het handvat af. En dan heb ik maar een bitje van 6, 7 euro. Toen dacht ik, ik ga eens informeren of er geen lange bitjes zijn. Dus ik weer terug met het verhaal bij mijn leverancier. En ik zei, joh, heb je ook lange bitjes? Toen ging ik kijken en die waren wel, ja, 18 euro of zo. Ik denk, ja, dan kan ik wel 3 van die schroevendraaiers kapot zagen. Ben ik nog goedkoper uit. En dat heb ik ook gedaan. En zo moet je steeds de ontwikkeling achter. Ik heb besloten, ik neem 1 kist waar alles in zit over schroeven. Ja, schroevendraaiers. En daar zit mijn accutol in. Dit is de kleinste accutol van Vestool. Ik dacht, nou, ik had twijfels over de kracht, maar dat valt me reuze mee. Het is een beest van een machine. En klein accu'tje, heb ik er 2 van natuurlijk. En je wisselt even om. Die accu zit natuurlijk in deze kist met de acculader. Ik heb de goede schroeven voor het goede bitje, voor de Torx. Ik heb kleinere kistjes waar weer schroeven in zitten. Maar dan heb ik nog steeds niet gehad over het verbinden met schroeven voor houtverbindingen. Ik heb hier allerlei soorten bitjes en ik presteer het om toch nog niet het goede bitje te hebben. En dat hieronder zitten de, nou ja, andere dingen die met schroeven, soeverein boren en zo. De bithouders zitten hier met bitje hierin. Er zitten ook lange bithouders in. Een soort drevels en voor mijn schroeven of voor mijn een worteltje om een boordje aan te draaien. Allemaal dat soort spul. Een verloop voor bitjes aan mijn accutolletje. Nou, noem maar op. Ik wil niet mijn hand op een lege plek slaan. Dit hoort hier niet in. Dus, en ik heb hier nog zo'n kistje. Maar er zitten dan allerlei soorten schroeven in. Lange, kleine en nog kleiner. Ik deed het vroeger met 3 soorten. En nu heb ik er 100. En dan heb ik hier nog een kleiner kistje. En die ben ik op gaan staan, geloof ik. Want die is nou kapot gegaan. Daar zitten wat mesjes in en er zitten wat plugjes in en dingen waar je altijd naast grijpt. In mijn kist zit een setje steenboordjes. En ik koop nog wel eens van die bitjes in zo'n doosje. Als ik een bitje niet heb, kijk ik hierin. Allemaal te... Maar die ene keer dat ik met die rail bezig was, het was een ramp. Ik moest gewoon naar de ijzerhandel voor... Waar heb ik nou dat voorbeeldje van dat die schroevendraaier? Die had ik hier toch? Even kijken, die moet hierbij zitten. Ja, daar zit hij. Het ijs zo elegant. Kijk. Dat is mijn bitje van 7 euro. Dat is een prima bitje. Goed staal. Van een goed merk. Maar bij het handvat eraf gezaagd. En dan kan ik zo in mijn accutolletje doen. En kan ik in gaatjes komen. Had ik er niet nog één? Ik had er toch nog één? Ja, hier ligt er nog één. Ik had eigenlijk 3 maten. Dan was ik eruit. Maar ik geloof dat ik er maar 2 heb. Ja, nee, 3. Ik heb 3 maten. 3 verschillende maten. Ik kan ze haast niet terugvinden. Zo elegant klein zijn ze. Maar ik weet dat ik ze heb, dus... Nou ben ik voorbereid op alle situaties. Ja. Dus die 2 kistjes. Die zijn van Stanley, geloof ik. Die kan je aan elkaar koppelen, eventueel. Als je het wil doen. Niet altijd lukt het. Juist. Dan zitten ze aan elkaar. En hier zitten we... Een hoekschroef. En
Ik heb wel eens zo'n dingetje gekocht met bitjes. Een hele... Ik denk, als ik nou niet de goede heb... Nou, toen ik dat bitje nodig had, zat hier dat niet in. Ik heb hier nog nooit een bitje uit kunnen halen. Want ik denk, oh, die moet ik hebben. Ik geloof dat ik ze ga weggooien. Ik word er zo gefrustreerd van. Goed, de volgorde is niet belangrijk, maar... Zo, kleine dingen erin. En dan komt dit erin. Zo. Deze schroeven zijn voor die afgezaagde bitjes. En dat zijn de goede bitjes. Nou, mijn accutol en boortjes. Nou, kist vol, alles bij elkaar. Die schroevendraaiers liggen in mijn andere kist, mijn handkist. Dus ik heb het nu alleen nog maar gehad over de organisatie van het schroeven. Niet eens over de schroeven zelf. Ik ontdekte ook, ik wou wel eens een hele grote rechte schroevendraaier hebben. Die waren niet eens te koop. Ik heb hier nog een ouwetje. Nou, ik ben blij dat ik hem heb. Maar ze zijn er wel hoor. Ja. Ook weer zoiets. Is niet gemiddeld, dus kan je het niet kopen. Dat het lijkt koekel wel. Iedereen wordt beoordeeld naar het gemiddelde. En we zijn niet gemiddeld, hè? Nee, hè? Wij zijn niet gemiddeld. Wij zijn heel bijzonder. Oh ja, ik heb ook nog een trucje. Ik heb een portemonneetje gekocht, zo'n knijpportemonneetje. Daar doe ik ook allemaal bitjes in, voor in mijn zak. Anders gaan mijn zakken kapot. Er zit ook een voorboordje in van 4 mm. En wat van die bitjes. Dus daar kijk ik het eerst naar. En dan ga ik daar zoeken. Deze hele kleintjes is soms wel eens nodig. Je gebruikt ze niet vaak, maar als je ze nodig hebt, dan, ja, dan zit je er toch wel om verleden. Ik sla bij de Action meestal mijn schroevendraaiers in. Die zijn prima. Echt goedkoop en prima. Daar hoef je je niet voor te schamen. Dat zijn echt goede schroevendraaiers. Hier ligt de priem erbij. Ja, als je gaat schroeven, dan moet je ook een priem hebben. Een priem met 4... kanten, geen ronde priem. Dat is meer voor leer. Dit is voor hout, want als je gaat priemen en je draait en gaat die kanten, gaat dan een gaatje vormen. En dan kan je al draaiende, kan je dieper in het hout komen. En als je alleen maar een puntje hebt en je drukt erop, dan kan je draaien zoveel je wilt, dat heeft geen invloed. Maar als je hard drukt, dan gaat hij hoe harder, hoe dieper je gaat, hoe meer dat hij gaat klemmen. En met deze niet. Dus waarom doe je dat? Ik heb hier bijvoorbeeld dat gaatje geprikt. Ik wil daar die schroef. Ik kom met die schroef. Ik draai met de hand in en hij blijft staan. En dan kom ik met mijn accutol. En krut, dan heb ik mijn handen vrij. En dat is met het bevestigen van hang- en sluitwerk ook. Dan prik je een gaatje. Je zoekt dat gaatje, je drukt even en dat blijft hangen en dan pak je accutol. Onmisbaar. Nu heb ik hier een spijker zitten. En een hamerpak. Even naar voren jij. Dan is dat heel makkelijk eruit te trekken. Geen kunst aan. Maar neem ik nou een schroef, gewoon een 440er, 330, even kijken wat heb ik hier, een leuk schroefje. Ja, dat is een, denk ik een 440er. Ja, als ik die er half in draai, dan ga ik er eens aan trekken. Hier heb ik mijn gaatje, staat die. Door.
En als je dat wil trekken, nou, dat gaat nog. Maar het is geen hardhout, dit is gewoon vuren. Gaan we op zijn kant, ga ik hem de diepe in doen. Dit kan je allemaal in je eigen werkplaats uitproberen. Krijg even een gevoel hoe sterk is een soep. En dan zeg je, hoe groot zou die kracht nou zijn die ik moet gebruiken om die schroef eruit te krijgen? Hoe groot? Ja, echt niet. Ik ga ze even in de werkbank doen. Want die zitten nou 3,5 centimeter in. Hè? Dan zou je zeggen, ja, 3,5 centimeter, dat is toch niet zoveel. Ik ga hem even hier staan. En ik trek hem los. Maar heb ik hardhout? Ik heb hier een stukje hardhout. Zo. Daar is mijn schroef. Een beetje moeilijk uit te rekenen hoeveel kracht die hamer nou heeft. Dat weet je eigenlijk niet. Oh, hij zit er niet goed in. Hij steekt er door, dus hij gebruikt niet de hele schroef. Het is los. Nee, even kijken, kan ik deze kant op? Nou krijg ik hem er echt niet uit, hè. Dat durf ik niet eens, omdat mijn hamer gaat afbreken. En dat is hardhout. Nou, ga je dus een deur hangen van Meranti of wat dan ook. Hardhout is dat meestal, een voordeur en zo. Een hele zware deur met een rooster erin en dubbel glas. Nou, die is haast 100 kilo en dan hangt hij aan het bovenste scharnier. Stel dat hij in één scharnier hangt, dan hangt hij op afschuiving, die 100, zegt dat die 100 kilo is. Nou, zo zwaar is een deur nooit. Maar stel dat het zo is en die deur die gaat zo langs de kant hangen. Die trekt niet aan die schroef, die hangt meer. Dus die afschuiving, nou kan je je voorstellen, ik krijg hem er niet eens uitgetrokken. Laat staan dat die afgeschoven wordt, één schroef. Hoeveel kracht zal dat wel niet zijn? Als je de drie van die schroeven hebt. Nou, ik kan met één schroef kan ik zeker 100 kilo hier aan. Ik kan met mijn gewicht, als je dat vergelijkt. Ik weeg zo'n 70 kilo. Ik ga met een gerust hart aan die schroef hangen. Van 70 kilo. Nou, die deur is ook zoiets. Maximaal. Dus aan één schroef. Dus heb je boven een scharnier. En er zitten drie schroeven in het kozijn. Drie schroeven in de deur. Nou, die komen er niet uit, hoor. En of je moet houtrot hebben. Maar wat gebeurt er? Dat die wel dat scharnier dat gaat uitrekken. De kracht komt op dat scharnier te staan. Die schroeven die doen niks. En die gaan een beetje wijken. En dan gaat die deur ook wijken. Dus als je een hele sterke scharnier kiest, dan heb je daar geen last van. Maar we hebben het nu over schroeven. Je ziet hoe sterk dat is. Ik heb hier een koevoet. Daar zou ik het mee moeten kunnen doen. Even. Goed vastzetten dat hij niet eruit schiet. Ja, nou krijg ik hem los. Hij trekt gewoon het hout mee, hè. En daar heb je zo'n koevoet voor nodig. Voor één schroef. En zo zijn het er drie waar die deur aan hangt. Dus die schroef die is het probleem niet. Ja. Goed, dat is de kracht. De kracht van de schroef. Eerst hadden we het over de schroeven draaien, hoe je ermee om moest gaan. Nu is het de kracht van de schroef. Nou, dit is 4 mm schroef.
Neem je 4,5 of doorsnede 5 mm. Nou, dan wordt hij nog krachtiger van, denk ik. Maar de spoed moet hem houden. Hè? Dat is, ja, je kan wel een dikkere schroef nemen. Dan kan hooguit de schroef afbreken. Maar de kracht van de schroef blijft hetzelfde. Hè? Dat, die spoed is die spoed. Dus hoe meer lengte spoed. Als je nou een oude schroef hebt, een ouderwetse schroef, geen spaanplaatschroef, die lopen tot een puntje als het ware. Die zijn van boven breder dan beneden. Die zijn niet overal even breed. En als je die eruit haalt en je neemt een paar slagen, dan kan je hem als het ware met je vinger er al uittrekken. En dat kan met deze niet, als je het ware een paar slagen, en dan blijft die kracht geven. Dus je moet hem echt met een schroevendraaier eruit halen. Dan is het heel belangrijk dat je dat oude gat opvult met een splinter, zodat die nieuwe schroef die in de buurt komt of op hetzelfde gat grip krijgt. Want dat gat is uitgelubberd door die oude schroef. En bij een oude schroef, als je gaat voorboren, gebeurt wel eens dat je toch een oude schroef wil gebruiken, van die ouderwetse schroef. Dan meet je een beetje halverwege dat het de gemiddelde maat, dat je kan uitrekenen hoe groot je boortje moet zijn. Want als je hem van bovenaan meet, dan is hij op zijn maximum en dan heeft hij geen houvast meer. Nou, ik heb hier een hele rij soorten schroeven staan, allerlei maten. Je neemt de dikte maal de lengte. Je zegt bijvoorbeeld 4,40, dat is 4 mm doorsnede en 40 mm lang. En die 4 mm doorsnede, dan moet je de spoed afhalen om de doorboormaat te hebben. Als je twee planken op elkaar, even kijken, nou even dit. Dan heb je twee planken. Die wil je op elkaar schroeven. En als je dat doet, ik zal eens kijken, misschien kan ik dat oude gat gebruiken. Dan, nou hij is kapot, even een andere. Wat er gebeurt, als je begint met schroeven en je hebt niet voorgeprikt, dan heeft hij even nodig om die grip te krijgen in het hout. En dan moet ik hem heel dan en na even dan even te pakken en dan gaat hij erin. Maar als ik hem door en door schroef en ik wil die andere ook mee pakken, dan zul je zien dat hier een kiertje ontstaat. Nou heb ik te hard gedrukt, maar nou is het kiertje er wel, maar niet veel. Ik heb met mijn lichaam erop gehangen en dan gaan we het op het hardhout laten zien. Kijk, ik heb hier een schroef, die ga ik zo doorschroeven. En dan zie je het wel gebeuren, vooral bij hardhout dus. Kijk, hier ontstaat er een kiertje. Nou, is dat niet erg? Dan haal je hem even terug. Ja, ga eens er even in. Ik voel hem nou. Doe ik hem nog een keer en dan is die kier weg. Want dan heeft hij al een beginnetje en dan kan ik dat, omdat hij op die grens, daar moet hij even dat beginnetje zoeken, dus heeft hij even nodig en daardoor krijg je hier een kier. Dus dan haal je hem even terug. De volgende oplossing is voorboren. Dus als je dit gaat doen, dan nemen we een boor van 4 mm, want die schroef is 4 mm. Dit is geloof ik iets te ruim wat ik hier nou pak. Maar dat geeft niet. Het gaat over dat bovenste huisje. Ja, kom eens. Zo. Dat wil ik vastschroeven aan die onderste. Kijk, en dan doen we even zo, en dan hebben we hier een gaatje voor mijn schroef, en dan kan ik hem strak op die onderste vastkussen. Kijk, nou trek ik hem in ieder geval aan. Dat gaat altijd goed.
Kijk, nou zit die kop niet eronder. En daar hebben we een soeverein boor voor. Kijk. En je hebt ze open structuur. En je hebt ze ook dicht. En deze, die doen het veel lekkerder dan zo'n open. En dan... Dan doe je je schroef erin en dan heb je natuurlijk nergens last van. Kijk, dan zit hij er goed onder. Netjes. Hij trekt hem aan omdat hij voorgeboord is. En dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste wat ik over schroeven wil vertellen. En je hoort hem een beetje doorratelen als hij hem niet, als hij te zwaar krijgt. Maar ik vind dat nooit zo'n probleem, want zo'n boor die kan het wel hebben en dat bisje kan het ook wel hebben. En als ik hem op de film laat zien, dan klinkt dat heel ratelachtig. En ik hoor het al niet meer in de praktijk. En dan gaat iedereen roepen, ja, je moet torkschroeven hebben. Ja. En die hebben we dan ook wel. En dan hebben we hier zo'n torx. En dan moeten we gaan zoeken naar een torxbitje die erop past. Nou had ik laten zien dat ik die... schroevendraaiers had gekocht. En dit is wel de goede. Kijk. Kijk, en dat is mijn torkschroefje. Hij is niet lang genoeg en dan gaat hij doordraaien. Dan weet je dat hij niet lang genoeg is. Heeft hij onvoldoende vlees om daar hechting in te krijgen. Dus je moet een grotere schroef kiezen. En dan hebben we deze voor. Zo. Dan gaan we weer. Nou, deze die... Even kijken of ik het kan laten zien. Kijk, die doet het redelijk. Als ik hem goed soeverein, komt hij... over de helft in die volgende. Hetzelfde bitje moet dat zijn. Hij draait gewoon door omdat het... Kijk, je moet hem heel strak omdat het glad is, dat dingetje. Kijk, ik kan hem met zo'n torx kan ik heel veel kracht zetten. En dan draai ik hem er gewoon helemaal door. Kijk maar. Dan zit hij gewoon helemaal diep. En dat heeft soms wel eens voordelen. Dat je dat goed ver weg voor het roesten en zo. En dat kan met zo'n torkschroefje heel goed. Dus ik heb hier gewoon verschillende torksmaatjes die passen bij die schroeven die ik gekocht heb. Die leg ik in mijn kist. Dan hoef ik niet urenlang te zoeken. Dus wordt de ergernis heel erg groot. Deze gaat weer terug in mijn kist. En die. Nou, je hebt hele kleine schroevendraaiertjes. Die kan je kopen. Die heb ik ook echt voor het geval. En daar zitten torkschroefjes en er zitten rechte schroefjes. Echt voor de hele kleine dingen. En ik gebruik dat wel eens bij om een machine die het niet meer doet of zo, die ik uit elkaar wil halen. Die hebben wel van dat soort schroefjes. En die, ja. Nou, we hebben het over de kracht gehad. We hebben het over de verschillende soorten gehad. Je hebt ook bolkop, zelf tappende schroeven. Dat ze in staal zelfs een draad intappen. Als hij op de goede maat boort. Maar dat zit een beetje op de rand van een timmerman. De zelftappende. En je hebt slotbouten. En dan kom je bij de draad en bij de bouten en de moeren terecht. Dat zijn geen schroeven. En je hebt heel veel speciale schroeven. Van mensen die woedies. En daar zit dan hier ergens een soort ja, snijding. Zit op het eind van de schroef. Je hebt ze wel eens aan het begin dat hij gaat boren. Ook een soort
zelftappende schroeven. Ik vind het belangrijk van deze schroeven dat ze een heel klein kopje hebben. Dat vind ik wel belangrijk. Dat kan soms heel handig zijn met een klein kopje. Dat die koppen die je normaal hebt veel te groot zijn. Dat kan voorkomen. Daarvoor is dit doosje eigenlijk. En niet omdat hier nou zo'n speciaal dingetje aan zit. Je hebt ze ook met smeermiddel. Er zit een rood gedeelte aan die schroef. En dat moet het smeermiddel zijn. Nou, ik voel het verschil niet. En volgens mij is het er zo af. Volgens mij is het groot mogelijke onzin. Al die dingen. Van die extra tapmogelijkheid. En nou ja, je moet gewoon goed voorboren. Je moet gewoon de goede schroef hebben. En de goede verhoudingen. En dan moet je gewoon even lekker gaan. En neem een paar stukjes hout, lekker hard en lekker zacht. En probeer dat, trek ze eruit. Ga ze schroeven met verschillende types schroeven. Ga lekker experimenteren. En voel de schroef. Dat is een ervaringskwestie. Ik kan daar eigenlijk niet zoveel meer over uitleggen. En roestvrij stalen schroeven gebruik ik in combinatie met aluminium. En dat is, daar heb ik het wel meer over gehad. Anders is het elektrolytisch dat ze op elkaar gaan reageren. Dat doet het nu ook wel, maar het duurt langer. Dat ik alles genoemd heb. Heb je nog vragen over schroeven? Je weet, mijn e-mailadres dat staat op ieder filmpje die ik gemaakt heb. Dat zijn er meer dan 1240. Dus erg lang zoeken hoef je niet naar mijn e-mailadres. Dus heb je vragen, stel de vraag.